2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Midvliet TV wil daar graag aandacht aan besteden door elke maand een onderdeel van het erfgoed van de gemeente Leidschendam-Voorburg en Stompwijk in de schijnwerpers te zetten. Het gaat om erfgoed waar wij misschien dagelijks aan voorbij rijden of voorbij lopen en waarbij we ons niet realiseren hoe mooi en beeldbepalend het is. Op 21 mei 2018 is het de dag van het kasteel. Daarom heeft Midvliet TV voor de maand mei gekozen voor buitengoed Hofwijk. Dat is gebouwd door Constantijn Huygens. Maar wie was hij en wat voor erfgoed heeft hij nog meer nagelaten? Ik heb een afspraak met Peter van der Ploeg, directeur van Huygens Hofwijk. Hij neemt mij mee in de voetsporen van Constantijn in Den Haag. Hey, dag Daisy, hallo. Hallo Peter. Welkom. Wat ga je me laten zien? Ik ga je laten zien dat er behalve Hofwijk, dat iedereen kent als het erfgoed van Constantijn dat bewaard is gebleven, nog veel meer is hier in Den Haag, als je weet waar je moet kijken. We staan hier bij deze twee heren. Ja. Wie zijn het en wat deden ze? De jonge man die hier zit met in zijn hand de planeet Saturnus met de ringen eromheen is Christian Huygens, zijn zoon, de beroemde wetenschapper. En de man die staat is Constantijn Huygens. De dichter, componist, secretaris van de Oranjes en de man die Hofwijk ontworpen heeft, bedacht heeft. En zijn voetsporen gaan we volgen in Den Haag. Peter, we staan hier op het plein in Den Haag. Waarom is dit belangrijk? Het is belangrijk omdat dit de plek was waar Constantijn woonde. Letterlijk zelfs, want waar nu de nieuwbouw van de Tweede Kamer staat, daar bouwde hij in 1634 zijn huis. Mooi huis, groot stadspaleis. Hier om de hoek waar we straks naartoe wandelen was zijn werkplek. Wij kennen dit als een heel statig plein. Maar toen Constantijn in 1625 secretaris werd van Frederik Hendrik, toen was dit de moestuin van het Binnenhof. En Frederik Hendrik, omstreeks 1630, vond het eigenlijk weinig uitstraling hebben. Dus die had dit veranderd in het plein. En allerlei mensen konden daar stukken grond kopen, moesten ze een mooie huis op neerzetten. En als een van de eerste bouwers heeft Frederik Hendrik aan Constantijn, zijn secretaris, grond cadeau gedaan. Dus Constantijn kreeg hier een hele lap grond als een bedankje voor al zijn goede diensten. De enige verplichting was, daar moest hij op eigen kosten een mooi, prachtig huis op neerzetten. En hij heeft ook, en dat is heel aardig, hij heeft vanuit zijn huis het Mauritshuis zien bouwen. Okay. Maar dat betekent dus dat op een gegeven moment is hier een plein van gemaakt. Ja. Vroeger haalden de mensen hier uit de moestuin hun eten. Ja, ja. En nu gaan wij hier het eten halen op de terrasjes. Nu kan je hier doen, ja. Niks veranderd eigenlijk. Nee. Peter, we staan nu voor het Mauritshuis. Waarom is het belangrijk, dit Mauritshuis, voor Constantijn? Het is belangrijk omdat hier binnen een paar portretten zijn van Constantijn en zijn gezin die vroeger in zijn eigen huis aan de overkant hingen. Het is ook belangrijk omdat Constantijn, die een hartstochtelijk liefhebber van architectuur was, het Mauritshuis heeft zien bouwen vanuit zijn eigen huis, maar zelfs een nog grotere rol speelde omdat hij op verzoek van Johan Maurits van Nassau-Siegen, die het huis liet bouwen, maar die in Brazilië zat, heeft Constantijn toezicht gehouden op de bouw. En heeft het dus uit de grond zien komen, dit gebouw. Peter, wat ga je me hier laten zien? Ik ga jou twee hele bijzondere schilderijen laten zien die Constantijn heeft laten maken van zichzelf, zijn vrouw en zijn kinderen. Dit is een portret van Constantijn en zijn vrouw Suzanne, geschilderd in 1635 door Jacob van Kampen. Die is heel bekend als architect. Ja. Die heeft ook dit huis ontworpen en gebouwd. Hij was ook schilder, al is dat minder bekend. Hij heeft een oeuvre van ongeveer 20 schilderijen nagelaten en hij heeft ze geportretteerd omdat hij met ze bevriend was. Het is wel een hele bijzondere stijl voor die tijd. Ja, het is een hele bijzondere voorstelling. Normaal gesproken was het in de 17e eeuw niet heel erg in de mode om jezelf aan profiel te laten afbeelden. Constantijn heeft er wel voor gekozen. Hij kijkt ook die kant uit. Je ziet hem aan profiel. Maar zij draait haar hoofd net omheen.
en ze legt contact met jou. En daardoor wordt het een hele levendige en toegankelijke voorstelling. Er is nog een tweede schilderij, dat is haast nog bijzonder werk. Dat is een vierhand. Hier is Constantijn en zijn vijf kinderen. Ik zie één meisje. Ja, dat is helemaal bovenin, dat is Susanna. Zij is het laatst geboren in 1637. En het is na haar geboorte dat haar moeder dus overleden is. Als je dan rondgaat, zie je rechts met de klok mee, zie je rechts Constantijn junior, dan zie je Philips, dan zie je Lodewijk, dan zie je Philips. Dat is een jongen die vrij vroeg overleden is. En dan zie je Christian. En Christian is van Hofwijk. Christian is de wetenschapper en Christian is degene die dus na de dood van Constantijn op Hofwijk is gaan wonen. Ja. En nou zie ik ook nog een leeg medaillon. Ja, dat is misschien door de schilder Adriaan Hanneman gebruikt om aan te geven dat er dus iemand overleden is in Tracin, de moeder. En dit is ook het gezin dat meeging naar Hofwijk. Dit is het gezin waar Constantijn dus mee naar Hofwijk ging altijd, ja. Dus dit was eigenlijk de wandeling die Constantijn elke dag maakte? Dit is een wandeling dat je van hier net om de hoek op het plein tot hier in de hoek van Binnenhof. Kijk, dat is de ingang van het Rutte's kantoor. Ja. Kijk, daar in de hoek, daar was Constantijn's kantoor. Maar daar, die gevel daar, die vleugel, daar hadden Frederik Hennek en Amalia ieder een verdieping. Dat is een vleugel die aan de andere kant uitkijkt op het Buitenhof. Kijk, dat is die Mauritstoren. En ja, als Constantijn hier zijn kamer gehad heeft, dan moet hij een mooi uitzicht hebben gehad op Den Haag. En wat had hij dan met Den Haag? Ja, hij was een Hagenaar in hart en nieren. Constantijn heeft een heel groot deel van Europa bereisd. Maar je ziet op allerlei momenten in zijn leven en ook in zijn werk dat hij een Hagenaar was in hart en nieren. Nou, soms schrijft hij erover, soms dicht hij erover. Er is een ontzettend leuke dichterreeks die heet Haga Vocalis. 150 korte gedichtjes in het Latijn. Als je het vertaalt is het Stemmen van Den Haag. En daarin laat hij Haagse straten en gebouwen aan het woord. Voor zichzelf spreken. Wat leuk. Ja. Ik heb er eentje meegenomen. Is misschien aardig omdat we dan nu net het Binnenhof bezocht hebben. Hij laat het Binnenhof zeggen wat het Binnenhof over zichzelf denkt. Hier komt het. Het Binnenhof. De zaal heb ik. Het recht en de departementen. Van oorlog, vrede, handel, wetten en de centen. Den Haag is slechts mijn kraag. Van ver over haar rand betreedt men in mijn hof het hart van Nederland. Peter, het torentje. Ja. Is daar ook een gedicht van? Ja, wat dacht je? Natuurlijk. Dat was er al toen Constantijn zijn reeks schreef. Ik kijk even op mijn tablet. Kijk, dit is het. Oh, leuk. Zal ik het voorlezen? Ja, doe maar. Torentje. Ik word met een verkleinwoordje torentje genoemd. Al voelt zich hoog, verheven, machtig en beroemd wie even in mij woont. Daarom maak ik mij klein, als teken dat mijn dienaars hier maar even zijn. Ik ga jou het enige standbeeld van Constantijn in Den Haag laten zien. En dat is deze buste. Een bronzen buste langs de Scheveningse Weg. Die staat hier omdat Constantijn de bedenker is van de Scheveningse Weg. Zo. Hij heeft met kerst 1653 heeft hij een plannetje bedacht om tussen Den Haag en Scheveningen een verharde weg aan te leggen. Er was alleen maar een zandpad en bij Scheveningen moest je ook nog een duin overzeulen. En Constantijn vond het heel storend dat de vis die zijn kokin kocht in het centrum van Den Haag, dat hoewel ze die vaak spoelde, hij toch af en toe nog wel een zandkorreltje proefde. En hij heeft een brief geschreven aan de burgemeesters van Den Haag na kerst 1653 met het voorstel om die weg te verharden. Het was 4 à 5 kilometer, een enorme uitgaaf. De burgemeesters wilden er ook niet aan, maar dat is het plannetje wat hij bedacht heeft. En toen 10 jaar later er wel geld was en de weg wel is aangelegd, heeft hij een gedicht geschreven van meer dan 1000 regels. Dat heet De Zeestraat. En daarin claimt hij eigenlijk het feit dat hij de bedenker is van de straat. Hoewel de straat in de manier waarop die uitgevoerd is
wel een beetje afwijkt van zijn eigen plan. Maar Peter, het beeld komt mij heel bekend voor. Ja, gek hè? Dit is de definitieve versie, maar een voorstudie staat op Hofwerk. Nou, dan wil ik die nog even zien. Gaan we doen. Staat ze volgende kamer. Kijk. Zie je? Ja, dat is hem. Hij lijkt veel groter hè, dan aan de Scheveningseweg. Ja, dat komt natuurlijk omdat hij nu laag staat. Is, ja. Het is de Modello. Dus voordat de beeldhouwer OD de bronzen versie liet gieten, ja, liet hij dit model zien aan de opdrachtgevers, zodat zij goedkeuring konden geven. Of eventueel nog iets veranderd wilden hebben. Peter, hier zijn we toch net geweest? Ja, klopt. We zijn hier langs het Mauritshuis, dat er toen nog niet stond, over het Binnenhof gelopen. En zo helemaal rond de Hofvijver. Dit is 1618. Adam van Breen, een Haagse schilder. En dit is de kleine ijstijd. Hè? In onze tijd warmt het steeds meer op. Bij Constantijn had je een kleine ijstijd, dus hele lange winters. Het aardige is, sommige dingen herken je, zoals de Haagse toren. Maar het torentje, wat jij voorgelezen hebt, stond er dus ook al. En Adam van Breen schildert in de raampjes een meneer en een mevrouw. Jij wilde graag Constantijn zijn verzameld werk een keer zien, hè? Ja. Nou, kijk. Daar hebben we niet alleen versies in de vitrine liggen, maar ook nog één in de kast staan. Dat is deze. Zo, dat is een hele dikke pil. Goed, hè? Oh. Ik ga het even voor je openen. Dit is Amsterdam, 1672. Dat is de laatste keer dat Constantijn al zijn gedichten verzameld uitgaf. Daarna heeft hij nog wat meer gedichten geschreven, maar die staan hier nog in, want hij zou nog 15 jaar leven natuurlijk. Even iets onderleggen. Het ontwerp bij de heren van Zuilichem, dat is Constantijn, ja, aangaande in een steenweg op Scheveningen, al in de jaren 1653 opgesteld. Zie je, hij zegt dat hij dat eerst bedacht heeft. Waarvan in deze werd gesproken, luidde als volgt: Steenweg van Den Hagen op Scheveningen. Dan heeft hij dat, laat hij dat vooraf gaan door een hele mooie kaart. Hier beginnen we bij het Vredespaleis. Ja. En dan gaan we zo, helemaal tot aan Scheveningen, waar je net tegen de horizon de toren van de kerk ziet staan, zie je? Ja, dus we hebben vandaag echt in zijn voetsporen gelopen. Ja, we hebben gelopen daadwerkelijk op de straat die hij bedacht heeft. En die hij ook, toen die straat later aangelegd was, daadwerkelijk, voor het nageslag heeft bewaard door er een prachtig gedicht over te schrijven. Dat is een heel mooi stuk erfgoed. Absoluut.